checken hoe je lunges doet tijdens het hoelopen. Hiervoor is het belangrijk dat je hoeloopt met één voet voor en één voet achter. En wat je dan eigenlijk doet is de voet die al voor staat, die zet je wat verder naar voren. En dan zak je langzaam door je achterste been heen, terwijl je dus die kleine tikjes blijft geven naar voren toe. Dan ga je langzaam naar boven. En je kunt deze oefening ook vanuit de stand doen waarbij je dus je voeten op schouderbreedte zet. Ik zet ze iets verder uit elkaar en dan draai ik deze kant op. Dan zak ik zo door mijn achterste been heen. Dat hou ik dan ongeveer 5 seconden vol. Dan ga ik weer rechtop staan en dan draai ik zo door naar de volgende kant. Zo. En dit kun je zo afwisselen. En deze oefening is dan heel goed voor je been en voor je bilspieren. En dan wens ik je heel veel succes.